Dit is Rondje Regio met vandaag. Jonge boeren reageren op de stikstofproblemen. Scholen zamelen oude apparaten in. De nieuwe bieb in Meijl is geopend, maar we gaan eerst naar de bieb in Roermond. Inmiddels werken op 85 consultatiebureaus in Nederland via de bibliotheek Boekstartcoaches, die ouders op een laagdrempelige manier benaderen om hen te informeren over het belang van voorlezen. Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen hebben daar in hun schoolcarrière profijt van, zo blijkt uit onderzoek. Wat is dat, een boekstartcoach? Als boekstartcoach houden we ons bezig met de leeftijd 0 tot 4. En daar organiseren we alle activiteiten voor. We komen op consultatiebureau, we gaan naar kinderdagverblijven. En zo proberen we de 0 tot 4 groep weer wat meer naar de bieb te halen. Aan het lezen te krijgen. Ja. En muziek maken. Ook muziek maken, ja. De bakery wil hem Afrika laten zien en laten horen. Ja, ze in het vliegtuig. Zie je dat? Dat is heel ver vliegen. Nou, we hebben vandaag Boekstardag, die is landelijk. En in het kader daarvan hebben we een heel aantal activiteiten georganiseerd, waaronder muziek voor ukkies. En dat is eigenlijk om mensen met jonge kinderen weer meer naar de bieb te trekken en ze aan het lezen en aan het voorlezen te krijgen. Ja, het is reclame voor jullie zelf eigenlijk. Ja, en het is goed voor de kinderen en voor de taalontwikkeling om veel te lezen en voor te lezen vooral. Ja, en hier wordt muziek gemaakt nou, hè? Ja, hier wordt muziek gemaakt, maar wel ook in combinatie met het voorlezen van een boekje. Uit onderzoek is gebleken dat de taalontwikkeling van kinderen toch steeds minder wordt. En dat voorlezen kan daar een grote bijdrage aan leveren. En de bibliotheek heeft de afgelopen jaren toch ook een andere functie gekregen. We gaan toch steeds meer naar de mensen toe in plaats van dat de mensen alleen maar naar ons toe komen. En om dat zo leuk mogelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken, doen we ook van dit soort activiteiten organiseren. Ja, de bieb heeft een beetje een socialere functie gekregen, want die zit ook 's morgens mensen de krant te lezen. Ja, mensen kunnen de krant komen lezen, mensen kunnen met de kinderen hier naartoe komen om leuke dingen te doen. Maar mensen kunnen hier ook computercursussen volgen tegenwoordig. Dus er is van alles te doen. Educatie. Ja, educatie. Wij willen praten, wij willen meedenken en dat is logisch, maar dat moeten we samen doen. De stikstofplannen van het kabinet zorgen voor boosheid bij boeren. Ook jonge boeren maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Zoals Judith Verhoijzen uit Beringen. In eerste instantie dan denk je van ja, ik ga het doen, top, super gaaf. En dan krijg je nu weer dit nieuws, dan vraag je ook af, waar moet het dan naartoe? Kan ik wel over 10 jaar, kun je dan nog een volwaardig bedrijf hebben? En ook de manier hoe je nu doet ondernemen, kan je dat dan voortzetten? Want wat wij doen hier in Nederland is gewoon topsport. En als er dan de overheid niet meedenkt, ja, dan kun je niet meedraaien. Terwijl dat eigenlijk wat de manier hoe we het nu doen eigenlijk al heel goed is. Verhoijzen ziet de problematieken en wil graag in gesprek om een duidelijk beeld voor de toekomst te krijgen. Als jonge ondernemer in de agrarische sector dan ben je op zoek naar perspectief. En die hebben we eigenlijk al jaren niet meer. Dus nu kreeg je misschien wel een beetje het gevoel, oké, misschien kunnen we hier uiteindelijk iets mee. Hebben we eigenlijk een stip op de horizon. En dan achteraf gezien, dan blijkt dat toch niet het geval te zijn. Dus dat is wel een heel vervelend gevoel, ja. De frustratie zit er vooral in dat wij niet begrepen worden. Iedereen weet dat wij iets met de stikstofproblematiek moeten doen. En daar zijn we ook constant mee bezig. Dus we hebben sowieso al luchtwassers op onze stallen. Dus daar reduceer je al 85% tot 95% stikstof mee. Je kijkt niet meer samen met de boeren, maar je gaat ze een beetje afschuiven. Terwijl wij willen wel meedenken, maar nu krijg je nog niet de mogelijkheid om mee te denken om de problematiek op te lossen. Het stikstofbeleid is volgens de Limburgse Land- en Tuinbouwbond een sociaal-economische ramp in Limburg. Het beleid heeft volgens de LHTB grote gevolgen voor lokaal geproduceerd voedsel.
bijvoorbeeld vlees produceren. Maar niet alleen vlees, maar ook in de akkerbouw, in de melkvee. Als je dat vergelijkt met andere plekken in de wereld, dat is niet te vergelijken. En dat komt enerzijds ook omdat de wetten en regels hier gewoon best wel streng zijn. Maar daar passen wij ons op aan en daar gaan we op innoveren. En dat is ook wat wij willen. Wij willen ook de stikstof reduceren, maar dat kunnen wij ook met innovaties doen. En daar krijgen we nu geen mogelijkheid voor. Er gebeurt volgens Verhuizen genoeg om te zorgen dat de uitstoot van stikstof beperkt wordt. De jonge boerin gaat actie voeren en blijft in gesprek met partijen die invloed kunnen hebben op de plannen. Als je ziet wat het gezinnen raakt, het vind ik best wel triest. Ik bedoel, de agrarische ondernemers die je nou hebt, die doen dit al jaren. Ze doen het niet om ondernemer te zijn, maar ze doen het vanuit een passie. En tegen wie ga je nou opeens zeggen dat je je passie niet meer mag uitvoeren? Ja, dat vind ik echt enorm teleurstellend, zoiets. En dan we snappen het, maar probeer dan ook mee te denken. Je hoeft niet meer de trap op naar de vestiging van de bibliotheek in Meijel. De BIEB in het gemeenschapshuis De Binger zit voortaan direct bij de ingang op de begane grond. Een bewuste keuze. Tijdens de verbouwing van De Binger werd de BIEB verplaatst. Afgelopen zondag was er een open dag in het vernieuwde gemeenschapshuis. Teun Peters van team Dylan Hages vertelde tijdens een kidscollege over het vloggen, YouTube en influencers. Maar vooral ook hoe om te gaan met dingen die je online zet. Je moet maar eens even kijken, als er een optreden is van een artiest en die is aan het optreden en die doet iets heel cools en die zingt een mooi liedje. Moet je eens even kijken hoeveel handjes er tegenwoordig in de lucht zijn van mensen die allemaal via een telefoontje aan het filmen zijn. Denk voor jezelf eens na voor de volgende keer van, hé, wacht eens even, er zijn 100.000 mensen hier in de zaal die allemaal aan het filmen zijn. Moet ik dan zelf eigenlijk ook wel filmen? Nee, joh, dat doen die mensen wel voor mij. Ik ga gewoon genieten van het optreden. Mediawijsheid vind ik een heel belangrijk thema, want waar de jongeren vroeger allemaal profvoetballer wilden worden of bekend balletdanser, is nu het voorbeeldberoep eigenlijk wel de vlogger of degene die op internet leuke content maakt. Maar ik vind het heel belangrijk dat de jongeren ook weten hoe ze dat op een verantwoorde manier kunnen doen. Dus vandaar dat ik hier vandaag sta om dat bericht hopelijk aan de man te krijgen. Maar ook voor jou naar anderen toe. Een berichtje wat jij naar iemand anders stuurt omdat je een hekel aan hem hebt, kan bij die anderen veel harder aankomen dan je daadwerkelijk denkt. Je kan het beter maar gewoon uitspreken met elkaar dan dat je elkaar online gaat bestoken. Nou, ik wil ze meegeven dat ze vooral altijd hun verstand moeten blijven gebruiken voor dingen die ze online plaatsen. Want soms zijn de gevolgen niet te overzien en plaats je iets waar je achteraf dan later spijt van hebt. En dan denk je, oh, daar haal ik het dan wel weg. Maar er bestaan websites die ook terug kunnen gaan in de geschiedenis van het internet. En dat je dan eigenlijk weer tevoorschijn kunt halen waarvan je dacht dat je het verwijderd had. Dus altijd nadenken over wat je plaatst. Blijft altijd ergens online staan, zeg jij? Ja, blijft altijd ergens online staan, ja. Er is een website archive.org en daar kun je eigenlijk zelfs mijn oude Hives pagina, ja, een van de eerste social media netwerken waar ik actief op was, die kun je zelfs nog terughalen als je mijn link daar intypt. En dan zie je foto's van mij toen ik 12, 13 jaar oud was. Dus dat is allemaal nog leuk. Maar ja, als je minder leuke dingen hebt geplaatst die je denkt te verwijderen en denkt oké, dan is het goed daarmee. Ja, die blijven dus ook voor bestaan. Dus altijd nadenken over iets van, is het nu verstandig? Ja, misschien wel, maar over 5 jaar nog steeds. Je moet eigenlijk dus al vooruit denken als jij online iets plaatst. Doe je dat zelf ook? Ik denk nu wel na over wat ik geplaatst, over wat ik plaats op internet. Maar daar ben ik wel op de harde manier achter gekomen dat ik dat op die manier moet doen. Want ik heb ooit zelf geprobeerd voor een video op YouTube, dat ik dacht, hé, dat is leuk, ik ga proberen gratis een stadion binnen te komen ergens. Dat is natuurlijk hartstikke verboden, want de manier waarop we binnenkwamen, ja, dat is niet... Normaal wordt het gewoon weggegooid aan plaat. Maar dat is nu net niet de bedoeling met de e-waste race. Scholen in de regio zamelen elektrische apparaten in, allemaal om het milieu te verbeteren. Dat doen ze in een strijd met elkaar. De favoriet in Panningen is een van de deelnemende scholen. Het is een race om elektrische spullen op te halen. Want er zijn heel veel grondstoffen tekort. En daarom dat halen ze er dan uit in plaats van dat je het in de prullenbak gooit en dat het gewoon kapot wordt gemaakt. Koffiezetapparaten zoals daar, strijkijzers, kopieerapparaat eigenlijk heel veel. Ja, kabels die zijn, die weet ik wel, die zijn 10 punten. En alleen de rest weet ik niet, maar vaak is het een beetje hoe groter en hoe meer elektrische dingen er zeg maar in zitten, hoe meer punten je ervoor krijgt. Om de 3 dagen moeten er weer nieuwe containers geleverd bij ons worden.
Dus dit gaat straks weer in de container? Ja. We hebben hier dus heb je ook al heel veel telefoons, printers, en kabels en echt heel veel dingen al. Heb je zelf ook wat meegenomen? Ja, tuurlijk heb ik zelf ook wat meegenomen. Wat is het? Ik had een telefoon, twee kabels en nog iets, maar dat weet ik niet meer wat het is. We hebben nog niks ingezameld, maar we moeten thuis nog gaan kijken. En ik ga bij mijn oom nog kijken aan familieleden of ze nog wat hebben. Er is een website waar je iets op kan sturen. En dan zeggen mensen van, oh, wij hebben hier 6 apparaten bijvoorbeeld. Kan iemand dat tussen die tijdstippen ophalen? En dan gaat iemand van de klas daar naartoe om dat op te halen. Ja, we kunnen er ook iets mee winnen. Een schoolreisje. Dat maakt het natuurlijk extra leuk. Ja. Ook de school in Kesselijk zamelt apparaten in. Het gaat goed met het inzamelen hier in Kesselijk, hè? Ja, heel goed. We hebben al, denk ik, 12 volle containers weggebracht. En nu hebben we weer 2 volle containers. Deze is weer helemaal vol? Ja. Laat eens even zien, wat heb je al? Wat zit er allemaal in, Lois? We hebben er een tv in, heel veel kabels en stofzuigers en... Ja, van alles eigenlijk. Radio's. Ja. Het gaat dus enorm goed. Wat hebben jullie allemaal al gedaan hier? Nou, we hebben folders rondgebracht. En we hebben ook een YouTube-filmpje gemaakt. En we hebben ook een poster gemaakt. Die hangt voor op de raam. En ja, we zijn gewoon deuren langs gegaan. En mensen komen het vanzelf brengen. Het heeft succes. Ja, heel veel. Waarom is het zo goed om die spullen in te zamelen? Want het heeft natuurlijk wel een doel. Ja, volgens mij doen ze het recyclen en wij winnen daar een schoolreisje mee als wij de meeste punten hebben. Nou, mensen die nog oude spullen hebben of overige spullen, die kunnen ze naar Kesselijk brengen of onze meester komt ze in de omstreek ophalen. Basisschool De Violier in Maasbree doet ook mee aan de IW-strees. Het project duurt nog tot eind juni. Daarna wordt bekend welke school de meeste apparaten heeft ingezameld. En dit was het Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken, geniet van het warme weekend en tot volgende week.